welkom bij Simple Planet 4. Vandaag een nieuwe video, vandaag Poki. En we zijn natuurlijk al een tijdje weg geweest. En ik heb 3 speelrondes gespeeld. En ik ben 90 geworden, 41ste geworden en nog eentje voor mij 230ste geworden. Dus die ga ik jullie even laten zien. En misschien dacht ik, ja, het is wel even leuk om te zien wat ik heb voorspeld. En ook wat ik ga voorspellen voor dit weekend. Want mensen vroegen aan mij, ja, wil je ook jouw resultaten eerder laten zien? Wat je gaat voorspellen. Nou, dat wil ik wel. Dus dat ga ik zo laten zien. Als allereerst gaan we even kijken bij de Japanse League. Want ik was 30 juni tot 2 juli was ik 243 geworden. Nou, dat is natuurlijk al een tijdje geleden. Daar ging het niet heel best. Want ik had Cerezo Osaka tegen Avispa had ik 0 punten gehaald. Deze ging nog op zich redelijk. 85.2, want ik had 2-0 voorspeld. Nou, dat werd 2-1. Hier had ik 0 punten. Hier 0 punten. Hier had ik 53.9, omdat onder 2,5 was. Hier had ik 0 punten, hier had ik 0 punten. Dus het enige die ik goed had, dat was een 1-0 Tokyo tegen Kashiwa. En deze had ik bijna goed. Het was namelijk 3-0 en toen werd het 3-1 en 2 minuten later werd het 4-1. Nou, dat is natuurlijk jammer. Soms heb je die pech. En toen was ik, als het goed is, als ik kijk naar resultaten, was ik 243ste geworden. En je had volgens mij, even kijken als ik dat nog kan zien, nee, dat kan je niet meer zien. Maar voor mij moest ik 6-7 plekken en dan had ik een reward gewonnen. Dus dat was natuurlijk hartstikke jammer in Japan. En dat ging dan helaas niet zo goed. Maar de volgende voorspelling die ik had gedaan was in de Braziliaanse League. En dan was ik 41ste geworden met 1010.7 punten. En dat was hartstikke veel. En daar was ik heel blij mee dat ik voor mij 4 Matic meegewonnen. En natuurlijk wat POC. De eerste wedstrijd had ik 1-1. Dat werd 1-0, dus ik kreeg 50 punten voor. Flamengo tegen Fortaleza had ik 3-1, werd 2-0 en daar kreeg ik 62 punten voor. Bij deze wedstrijd had ik echt geluk, want Bahia tegen Gremio stond 1-1. Er waren al 2 doelpunten afgekeurd van Gremio in de 60ste minuut en in de 89ste minuut. En toen dacht ik, ja, die 89ste minuut, echt jammer dat hij afgekeurd was. Maar toen in de 95ste minuut scoorde Gremio alsnog en kreeg ik 299.6 punten voor. Waar ik natuurlijk hartstikke blij mee was. Hier kreeg je helaas 0 punten, want de final score was 0-0. Saai wedstrijd was dat. Deze hadden we 0-1 voorspeld. Red Bull, Bragantino. Nou, volgens mij had bijna niemand die goed. En dan was ik één van de enigen, want toen schoot ik echt omhoog in de rankings. Ik heb volgens mij zelfs 16e gestaan op dat moment. 240.5 punten kreeg ik daarvoor. Botafogo tegen Vasco. Was ook een beetje geluk, want in de 94e minuut kreeg ik opeens de 2-0 op mijn telefoon. En ja, toen kreeg ik 232 punten voor. Deze werd 2-2 en had ik 1-1 voorspeld. Nou, daar kreeg ik 126.3 punten voor. Dus dat was ook nog hartstikke lekker. En toen stond ik volgens mij 12e of 13e. En toen moest ik nog 3 wedstrijden te gaan. En helaas scoor je dan allemaal 0 punten. Dus dat was heel jammer. Ik had nog veel hoger kunnen eindigen. Maar ja, soms zit het gewoon mee en soms zit het tegen. En hier zie je allemaal over 2,5. En ik had allemaal onder 2,5. Want meestal in Brazilië wordt er wel veel minder gescoord dan in de MLS bijvoorbeeld. Dus ja, dat was jammer, maar wel 41 geworden en had ik iets van 4 Matic gewonnen. Dus daar was ik hartstikke blij mee. Nou, dan gaan we naar de USA League en daar ben ik 9e geworden met 1046.4 punten. En daar kregen wij 16 Matic voor en heel veel POC. Nou, je ziet nog, er staat nog heel veel POC. Ja, daar krijg je bijna niet eens op in 1 speelronde. Maar het begon slecht met Dallas tegen DC United. Ik had 2-1 voorspeld, werd 0-1, dus ik kreeg 0 punten ervoor. Maar diezelfde nacht werd Galaxy tegen Los Angeles 2-1. En New York City de volgende nacht tegen Charlotte werd 1-1. Waardoor ik al heel veel punten kreeg en stond ik er al heel goed voor. Nou, helaas, de volgende wedstrijd kreeg ik 0 punten. De wedstrijd daarop, voor mij dezelfde tijd, ja, was ook 1-1. Dus kreeg ik ook 0 punten. New York tegen Nieuw-Engeland had ik weer goed voorspeld met 2-1. En daar kreeg ik 244 punten voor. Toronto tegen St. Louis werd 1-1. Kreeg ik 52 punten voor. Charlotte tegen de nummer 1, ik wil zijn naam niet uitspreken, maar had ik 1-1 voorspeld, werd 2-2, dus kreeg ik ook 126.5 punten voor. DC United tegen Inter Miami had ik 2-1 voorspeld, werd helaas 2-2, 45.1 punten. Nou, had ik ook wel geluk, want volgens mij had Los Angeles of Nieuw-Engeland, die had nog de 2-2 gescoord, maar ja, die was afgekeurd in de 94 minuten, dus ja, soms zit het gewoon mee en soms zit het tegen. Maar het was echt geweldig, want ik ben uiteindelijk 9e geworden. Ik heb zelfs de 3e plek nog gezien, maar helaas is dat niet gebeurd. Maar ik ben natuurlijk hartstikke tevreden met 16 Matic. En ik heb
nu mijn eerste bal al terugverdiend. En dat is best snel. Volgens mij in 3 weken tijd heb ik al mijn eerste normale common bal terugverdiend. Dus dat is hartstikke mooi. Ik heb voor mij 4 common ballen en 1 rare bal. Eentje is er al terugverdiend. Dus daar ben ik hartstikke blij mee. Nou, voor de mensen die willen weten wat ik heb voorspeld. Ik ga dat jullie nu laten zien. Als allereerst Japan heb ik zaterdag om 6 uur. Heb ik Consadole tegen Albirex 2-1 voorspeld. Dan hebben wij zaterdag om 12 uur Yokohama tegen Kawasaki. 261 punten kan ik daarvoor halen. Ook een 2-1 voorspeld. Hiroshima tegen Yokohama, de andere Yokohama, de slechtere variant, hebben we 2-0 voorspeld. Cerezo Osaka tegen Urawa 2-2. Vissel Kobe tegen Sagan 3-0. Kyoto tegen Nagoya 1-2. Gamba Osaka tegen Kashiwa 2-1. Shonan tegen Avispa 0-1. En Tokyo tegen Kashima 1-2. Dus dit zijn mijn Japanse voorspellingen, die worden niet veranderd. Dus als je denkt, ik wil iets overnemen of... Ja, je geeft me toch wel tips dat ik nog iets anders kan. Dan kan je het natuurlijk altijd veranderen. En ik heb ook de MOS en die speelt vannacht al om 2:30. Sporting KC tegen Salt Lake wordt 2-2. Houston tegen Minnesota wordt 1-2. Nashville tegen Philadelphia 1-2. En dan denken heel veel mensen, ja, Nashville gaat winnen. Het zou kunnen. Nashville is thuis heel goed in vorm, maar toch denk ik dat het vandaag een keer misgaat. Maar ja, het blijft natuurlijk gewoon gokken. Je moet maar net gokken dat jij het goed voorspelt. Chicago tegen Montreal 1-1. Whitecaps tegen Austin wordt 2-2. Earthquakes tegen Sounders 1-1. Los Angeles tegen St. Louis 1-1. En dan gaan we door naar zondag. Nieuw-Engeland tegen DC United wordt 2-1. Montreal tegen Charlotte wordt 1-2. En Philadelphia tegen New York City 2-1. Nou, dan denk je, ja, ik zie 2 keer Philadelphia staan. Ja, met Amerika is dat heel raar. Soms kan het zijn dat 2 teams in 1 speelronde zitten. Nou, ik heb op dit moment 43 Matic, dus ik heb lekker al mijn geld terugverdiend. Ik had veel minder, opeens kreeg ik wat Matic erbij. Ik heb geen idee waarvan, maar opeens had ik wat Matic extra gekregen, dus daar ben ik hartstikke blij mee. Nou, dit is de aflevering van Poki. Vind je deze video leuk? Laat een like achter en dan zie ik jullie bij de volgende video. Laters.